Het volgende nummer is opnieuw een cover. En is een nummertje van de jaren 20, eigenlijk origineel geschreven door Texas Alexander. En is The House of the Rising Sun. Nu, er zijn twee theorieën over, ik vond het wel tof om even mee te geven. Iedereen kent de theorie wel rond The House of the Rising Sun. Zou een bordeel zijn, genoemd naar Madame Marianne Le Soleil Levant, of vertaald House of the Rising Sun. En zou het bestaan hebben van 1862 tot 1874. Ik was er niet bij, ze vertaald maar. Maar een tweede theorie vond ik ook wel tof. Dat zou zijn dat de nummer geschreven is rond een vrouwengevangenis in New Orleans, waar als de dames terug binnen moesten, en eigenlijk een schildering was op de poort dat ze binnenkwamen. En dat was dan ook een opkomende zon geschilderd. En in de tekst komt ook terug ball and chain, dus dat ze vasthingen aan de ketting. Dat zijn eigenlijk de twee theorieën hoe dat nummer zou ontstaan zijn. Give It Me, ik vind dat altijd wel leuk. House of the Rising Sun. Thank you.
romantische avond volgt meestal een zware ochtend. Dat is dan de titel van het derde nummer van de album. Wat ik zei, ik zoek en vlieg.